Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op het YouTube-kanaal van het Crypto Instituut. Mijn naam is Pieter Jan, en het is vandaag woensdag 15 juni en op deze woensdag 15 juni doen we vandaag het Crypto-chanaal. Gisteren is namelijk geen video online gekomen doordat de premium-call die wij in het premium-gedeelte hadden van onze Discord-server wat uitliep, waardoor het voor mij niet meer te haalbaar was om de video op een beetje een mooi tijdstip online te laten komen. En op dit moment doen we ook de altcoin video die eigenlijk altijd dan vandaag online zou komen verplaatsen naar morgen. Waardoor we morgen twee altcoin video's hebben. En dat komt ook omdat op dit moment de markt gewoon heel erg volatiel is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het eerste nieuwsbericht. En dat is natuurlijk de Fed meeting die vandaag heeft plaatsgevonden. En iedereen die keek daar natuurlijk wel naar uit. Want iedereen was bang dat de Fed de rente met 0,75% zou gaan verhogen. Nou, dat is ook aangekondigd door deze beste meneer, meneer Powell. En het is de hoogste renteverhoging in de afgelopen 28 jaar. Dit was natuurlijk geen positief nieuws, al was het dus wel al verwacht en dus ook al ingeprijsd in de markt. De afgelopen dagen, die natuurlijk flinke klappen maken. Niet alleen de cryptomarkt, maar ook de aandelenmarkten zagen we forse rode cijfers noteren. Maar op een gegeven moment heeft Powell de uitspraak gedaan dat die 0,5% punt verhoging, dat het wel uitzonderlijk is... en dat ze daar dus echt niet mee door willen blijven gaan. En dat is dus iets waar de markt wel heel erg positief op reageerde... waarbij we bitcoin zelfs uiteindelijk een opleving zagen maken... richting boven de 22.000 dollar... en op dit moment zit bitcoin op 21,5k ongeveer. Dus het wordt even interessant om te kijken hoe we natuurlijk de dag afsluiten. Uh, Mochten we weer richting 22.100 kunnen gaan... dat betekent dat we de dag groen afsluiten... En we hebben natuurlijk een hele lange reeks van rode dagen op rij voor Bitcoin gehad. Dus, een groene dag zullen we wel weer natuurlijk kunnen waarderen. Maar de markt uh, is nog vier uur bezig met het printen van deze dagse candle. Dus, het kan nog wel eventjes uh, duren voordat we er echt duidelijkheid over hebben. Omdat we nog steeds wel een redelijke uh, volatiele bewegingen uh, in de markt op dit moment zien. Maar, dit was dus in ieder geval het belangrijkste evenement van vandaag waar iedereen naar uitkeek. En, we zijn in ieder geval weer op de hoogte van de rente is inderdaad verhoogd, zoals iedereen verwachtte, met precies ook het aantal procentpunten. Alleen is er wel dus positief nieuws dat ze dit dus waarschijnlijk niet heel erg lang willen gaan doorzetten. Maar dan gaan we nu door naar wat minder positieve nieuwtjes uit de cryptomarkt en de eerste gaat over de zoveelste stablecoin die een probleem heeft. We zagen natuurlijk UST, de stablecoin van Luna, die helemaal geklapt is, zoals iedereen wel weet. We hebben USDT op een gegeven moment in de problemen zien komen. En de volgende stablecoin, dat is USDD. Dat is de stablecoin van Tron. Die is namelijk ook zijn 1 dollar waarde verloren. Um, en als we dan natuurlijk uh, verder in het artikel gaan lezen. Zie je ook dat in het artikel dus uh, al duidelijk wordt gerefereerd. Naar dat USDD heel erg veel lijkt op de USD. Dus die stablecoin die van Tether uh, natuurlijk was. En ja, iedereen weet natuurlijk hoe het met zo'n stablecoin uh, van Terra is afgelopen. En dus heel erg veel mensen zijn ook nu weer bang dat dit het hetzelfde gaat gebeuren met de stablecoin van Tron. En dat er dus ook een totale meltdown, zoals ze dat hier mooi noemen in het artikel. Gaat plaatsvinden van die stablecoin. Op dit moment houdt hij nog redelijk stand rond de 97 dollar cent. Maar je wilt natuurlijk dat hij eigenlijk weer zo snel mogelijk teruggaat richting die 1 dollar. Wat hij dus eigenlijk altijd. Uh, ...zou moeten bewaren. En we zien ook dat Tron dus al verschillende maatregelen heeft genomen. Want de oprichter, Justin Sun, uh, die maakte dus bekend dat Tron ...een reserve van zeker 2 miljard beschikbaar heeft gesteld... ...om de koppeling van USDD met de Amerikaanse dollar dus te waarborgen. En zij hebben dus ook een miljard aan USDC gekocht... De andere stablecoin die we natuurlijk ook nog in de markt hebben, de twee na grootste op dit moment. 30 is natuurlijk nog steeds de grootste. En nog een maatregel was dus het opnemen van 2,5 miljard uh, Tron van Binance. Om te voorkomen dat handelaren massaal een short-positie zouden gaan opnemen. En dat we dus eigenlijk een soortzelfde verhaal tegemoet zouden gaan. als dat we natuurlijk voor uh, Luna zagen gebeuren. Maar ja, ondanks al die maatregelen is in een paar dagen later die waarde van de USD -D nog steeds niet hersteld. En we lijken dus af en toe wat weg te zakken, maar we komen continu weer terug richting 0,97 dollar. Dus dat houden we zeker in de gaten. Dus Tron is weer met zijn stablecoin ook een uh, project wat is met de stablecoin in de problemen is gekomen. En het lijkt wel dat deze bear market eigenlijk volledig in teken staat dus van projecten. Die een eigen stablecoin hebben, die echt wel in de problemen uh, blijken te gaan komen. Maar we gaan natuurlijk de komende tijd in de gaten houden wat er met de USDD-munt gebeurt en of die dus echt in elkaar gaat klappen of dat ze hem toch weer terug op een dollar krijgen. Als we nu doorgaan naar het derde nieuwsbericht, dat gaat weer een stukje over Luna. Want het lijkt er heel erg sterk op dat het dus vanuit binnenuit kapot is gemaakt. Want er is namelijk een onderzoek gedaan door blockchain security bedrijf Uppsala Security. Uh, en Coindesk uh, Korea die wint er dus geen dukjes om. Want er wordt in vrij directe taal dus gesteld dat de mensen binnen uh, Terraformlabs mogelijk verantwoordelijk waren voor de ondergang van het Terra-netwerk. Er is namelijk een bepaalde crypto-wallet waar hiervan dus heel de code is te zien. Die wordt aangeduid met wallet A. En werd dus al eerder aangemarkeerd uh, als een aanvallende partij door een reeks van andere onderzoeksbedrijven. Nou ja, er werd dus heel erg vaak gedacht dat er grote spelers zijn op bijvoorbeeld Wall Street. Maar dus uit deze onderzoeken blijkt dat die wallet in bezit was van Terraform uh, Labs of de Luna Foundation Card. Dus de organisatie achter het Terra-netwerk. Dus wel, het lijkt er heel erg sterk op dat het dus een inside uh, job is geweest. Als we dan ook verder lezen, dan kan je hier eigenlijk het hele verhaal zien over hoe het nu eigenlijk die aanval in zijn werking is gegaan. Want op 7 mei vond volgens het onderzoek een eerste mislukte poging plaats om UST los te koppelen van de Amerikaanse dollar. Nou, Do Kwon, dus de bekende CEO van Terraform Labs, maakte dan vervolgens bekend dat zij zeker 150 miljoen Amerikaanse dollar aan liquiditeit uit het Curve DeFi protocol haalde om stabiliteit van UST te waarborgen. Toen kwam wallet A dus in actie en zij wisselde 85 miljoen UST in voor Curve, wat een andere stablecoin dus is. En wallet A voerde een reuzeachtige UST transactie door en slechts 30 minuten nadat DoQon bekend maakte dat UST liquiditeit uit het Curve protocol werd gehaald. Dus je zag dat het duidelijk gewoon op die actie van DoQon uh, is gehandeld door, door deze wallet A. Nou, vervolgens heeft hij Wallet het aan een aantal transacties waar gigantische hoeveelheden UST en USDC mee gemoeid waren. Uh, waardoor uiteindelijk dus de UST stablecoin de pech met de Amerikaanse dollar verloor. En dit resulteerde vervolgens weer in een soort bankrun. Dus met desastreuze gevolgen. En volgens het nieuwe onderzoek wat dus gedaan is door deze partijen. Heeft dit plaats kunnen vinden door het handelen van personen binnen Terraform Labs. Dus hiermee wordt het speculeren van dat het wellicht dus een uh, insider-actie was, wel eigenlijk meer en meer bevestigd. Dus dat is wel echt heel erg pijnlijk, natuurlijk, voor zo'n project als Luna. En het zal waarschijnlijk ook weer zorgen dat Luna 2 eigenlijk alleen maar kan mislukken doordat het in het project weg is. Dus, dit is wel heel erg natuurlijk, wat ik net al aangaf, gewoon heel erg pijnlijk voor Luna. En waarschijnlijk. Ja, blijft er gewoon dus helemaal uiteindelijk niks van over, omdat dit gewoon een heel erg groot schandaal is. Wat natuurlijk gewoon voor altijd aan de naam Luna zal blijven kleven. Als we nu doorgaan naar het vierde nieuwsbericht, En dat gaat natuurlijk over Celsius. Want Celsius heeft ook weer de nodige ellende op de cryptomarkt veroorzaakt. Dus we zien heel erg veel dingen intern in de cryptomarkt op dit moment gebeuren, die ook voor heel erg veel pijn voor, uh, zorgen. Naast dat we dus ook economische problemen echt maximaal dus hebben en dus een stijgende rente hebben. Celsius is namelijk zo'n crypto platform. En uit recente gegevens is gebleken dat dit platform honderden miljoenen dollars aan wrapped bitcoin wBTC en Ethereum naar de crypto-exchange FTX hebben gestuurd. En daarnaast heeft Celsius dus aan de klanten aangekondigd voor onbepaalde tijd hun crypto niet te kunnen opnemen op het platform. Nou, wat is hier dus uiteindelijk mee uh, aan de uh, hand? Nou, de reden geven ze zelf aan dat dat komt door de extreme marktomstandigheden en ze willen dit dus doen om Celsius in een betere positie te brengen om te voldoen aan de opnameverplichtingen. Nou, het bovenstaande nieuws wordt extra opvallend in combinatie met transacties Celsius heeft verstuurd richting FTX. Uh, want het zou dus on uh, onder andere gaan over 9.500 uh, rap bitcoin. De waarde van ongeveer 250 miljoen Amerikaanse dollar. Dat is dus opgenomen vanuit het uh, decentralized finance platform Aaf. En deze zijn dus vervolgens naar FTX verstuurd. En datzelfde werd dus ook met die 75 miljoen aan Ethereum gedaan. Uh, en in plaats van de bovenoemde crypto heeft uh, Celsius sinds zondag nu 222 miljoen aan stablecoins vastgezet op Aaf. En dat lijken ze dus op dit moment te gaan doen om te zorgen dat ze de liquiditeit van het platform kunnen waarborgen. En uh, in die situatie uh, waarin Celsius gebruikt massaal stablecoins zou willen opnemen, dan zou Celsius dat aanvankelijk niet hebben aangekund als dat dus uh, het geval was geweest. Dus het lijkt er al met al op dat Celsius ook dus weer een veroorzaker is, wat we dus ook al zagen bij Luna. Mede van dus de flinke corrigerende tik. Die we weer gekregen hebben, want natuurlijk, we zijn dit weekend flink gecorrigeerd, dus hier heeft Celsius zeker een rol in gespeeld. Maar dit lijkt ze dus te hebben gedaan om uiteindelijk zichzelf weer in een betere positie te brengen om aan die opnameverplichtingen te voldoen. Dus je ziet dat op dit moment heel erg veel projecten, of ja, in ieder geval, we hebben natuurlijk uh, Luna gehad die zijn bitcoins verkocht, Celsius heeft dus ook uh, bijvoorbeeld. Ethereum flink uh, verkocht, waardoor we dus Ethereum dus zo flink zagen dagen, dalen afgelopen weekend. Je ziet gewoon dat er heel erg veel partijen intern in de crypto-markt gewoon een beetje in de problemen beginnen te komen in deze bear market. En ja, dat er dus heel erg veel extra pijn wordt gemaakt door dat dit soort platforms dus gedwongen aan de verkopen moeten. Als we nu als laatste al doorgaan naar dit laatste nieuwsberichtje, dat gaat weer over Amerika. We hebben namelijk een aantal bitcoin-exchanges van de SAC een brief gehad. En in die uh, brief gaat het voornamelijk over de zogenaamde insider training. Um, want in die brief wordt dus gevraagd om opheldering over mogelijke insider uh, training. Insider training is dus het handelen met zogenaamde voorkennis. En binnen traditionele bedrijven kan het bijvoorbeeld zijn. Uh, het verkopen van aandelen laat een insider weten gekomen dat de winsten dit jaar tegenvallen. Zoals we bijvoorbeeld dan ook bij een Shell of bij een Philips of dat soort dingen kunnen doen. Binnen een crypto exchange zoals Coinbase kunnen insiders bijvoorbeeld een crypto kopen. Zodat zij weten dat deze binnenkort op platform genoteerd zou gaan worden. Dus dit is iets uh, wat dus ook vanuit de SEC nu weer verder onderzocht gaat worden. Of dus hier ook gebruik van wordt gemaakt natuurlijk bij crypto exchanges. Want als het natuurlijk het geval is dan. Is er sprake van insider trading en dat is natuurlijk ten alle tijde verboden? En we zien natuurlijk sowieso dat de SEC op dit moment druk bezig is, want we hebben het ook al eerder besproken: Binance heeft ook uh, de SEC natuurlijk achter zich aan. Uh, en het ging toen niet om de insider trading, maar dus om het vraagstuk of die Binance coin een uh, effect is. Maar we zien in ieder geval op dit moment dat er heel erg veel dingen in de cryptomarkt aan het rommelen zijn, dat de SEC. Met sommige dingen, dus nog een wat uh, grotere corrigerende tik wilt gaan uitdelen. Maar natuurlijk, uiteindelijk, als al deze fundamentele problemen komen, op een gegeven moment natuurlijk ook aan het einde, dan gaat er weer wat rust in die markt komen. En dan krijg je gewoon uiteindelijk waarschijnlijk die mooie bodemvorming waar we dus aan het opwachten wachten zijn. En daarna kunnen we gewoon rustig aan die bear market-bodem gaan werken. en dan laten we natuurlijk hopen dat er snel weer betere economische tijden gaan komen die natuurlijk ons zeker makkelijker weer omhoog kunnen gaan helpen, want we zien gewoon hele hoge inflatie heeft gewoon ook echt wel grote gevolgen voor crypto gehad mede dus door de rentestijgingen. Maar dat was dit weer voor deze video. Ben je niet gaan dit YouTube kanaal doen? Zeker blijb door de abonneerknop de te klikken. Vond je video leuk? Laat een duimpje omhoog achter en ben je nog lid van de community? Toen is ook zeker via het linkje in de beschrijving. En dan spreek ik jullie morgen weer met een gloednieuwe video over de eerste altcoin. En natuurlijk ook nog eentje over de tweede altcoin. Voor nu nog een hele fijne woensdagavond.